ik weet niet waar ik ben. Alsjeblieft, ik weet niet waar ik ben. Goedemorgen, ladies and gentlemen. Vandaag is het vrijdag. En vandaag is de hele speciale dag. Fuck! Marijntje? Ja. Ja, ik ga nu vertrekken. Ja. Ah, kom maar op. Ja, is goed. Ja, tot ziens. Daarna. What the fuck? Shit. Fuck. Ik had dus een slaapje gedaan tot nu. Het is fucking 12:30. What the fuck is er allemaal gebeurd? En ik moest een half uur geleden bij mijn oma zijn om te eten. Maar bedoel, hoe zie ik er nu uit? Moet ik zo gewoon nu naar buiten gaan en gaan eten? Oh, fuck, fuck, fuck. Ik moet me heel snel aankleden. En dan moet ik naar heel de andere kant van Blankenbergen fietsen. Maar ik ben niet gedoucht en shit toch. Fuck. Ik zie eruit alsof ik 3 dagen ben uit geweest en niet gedoucht heb in die 3 dagen. Het is fucked up. Maar oké, eigenlijk valt het wel mee. Bedoel. Dus ik ga me heel snel aankleden. Oké, ik heb me even aangekleed. Gekleed in 1 seconde, ik weet niet waar ik aan heb. Het boeit me eigenlijk ook helemaal echt niks. Ik bedoel, mijn wekker is niet afgegaan en shit. En ik wist ook niet dat het vrijdag was. Gisteravond was er zo'n feestje in iemand zijn huis. En ja, was vergeten dat ik naar mijn oma moest gaan eten vandaag. Echt, ik voel me nu wel fucking schuldig. Uiteindelijk, ik ben maar 20 minuten te laat. Dus als ik nu gewoon mijn fiets neem en heel snel vlieg door Blankenbergen, dan is alles oké. Denk ik. Of ja, dat hoop ik toch. Mag ik dus nog wel zeggen, vandaag gaan we nog iets heel speciaals doen. En dat is dat ik vanavond naar een Liquid feestje ga. Liquid is zo drum en bass, maar zoveel chiller en rustiger en vibier. Ik neem jullie mee, niet met deze camera, maar mijn grote camera. Nee, what the fuck. Ik neem jullie mee, niet met deze grote camera, maar met mijn... Waarom is dit zo moeilijk om te zeggen, what the fuck. Dus ik neem jullie vanavond mee naar Liquid City en dat gaat fucking nice zijn. Let's go. Oké, we made it into the house of my oma. Zo heel raar appartement, zo redelijk groot, what the fuck. Ik moest hier 3 kwartier geleden zijn. Ik vind het echt erg dat ik te laat ben. Dat is echt een super disrespect. Maar snap je, ik kon er ook niks aan doen. Mijn wekker ging niet af. En dan stonden er nog eens helemaal mensen voor mijn deur die er op schoolreis waren, maar die zo geen opdracht hadden gekregen in Blankenbergen. Dus die leerkracht hadden gewoon gezegd: joh, ga naar IJsselt, zijn huis daar is leuk. Deze mensen stonden allemaal in mijn straat en ze hebben allemaal shit voor mijn deur gelegd. Maar ik weet eigenlijk nog niet wat dat is. Ik ga er straks naar kijken. Dus kijk, allemaal lieve mensen, ze zijn op schoolreis naar Blankenbergen. Niet op schoolreis naar Blankenbergen gaan. Blankenbergen is fucking saai. Dank u wel. Yeah. Ze waren wel fucking chill. Shout out naar jullie. De outfit of the day. We hebben die freshe Nike Air Force One met zwarte sokken. En mijn polar broek. Die is zo heel old school. Ik heb een t-shirt aan van Patagonia. Chill. En natuurlijk de Hysteric Glamour Jacka. Oh, is so pretty, so good. Oké, ik ga eten. Wow, en zo ben ik ineens weer thuis. Het was heel nice. Het enige jammer was dat ik niet gedoucht had daarnet. Dus ik kwam zo aan bij mijn oma en ik voelde mij echt fucking vies, maar oké. En de mensen die daarnet voor mijn deur stonden, hebben allemaal dingetjes aan mijn deur gehangen. I love you too, boys. Holy shit, ze hebben een rekkerbal voor mijn deur gelegd. Misschien stuitert deze wel. Wow. Oké, dit is spannend. Ik heb gisteren 3 uur gewerkt aan mijn bal. Misschien stuitert deze wel. Ja, nice! Uit! Oké, ik heb een rekkerbal die wel werken nu. Ze hebben hier ook eten gelegd en zo. Ik bedoel, ik weet dat ik geen geld heb om eten te kopen, dus dank u wel. Er ligt hier ook een leuke pikvis. En nog een paar briefjes. Ai, dank u wel. Het is nu 1 uur. Voor de eerste keer in mijn leven ben ik sneller wakker geworden dan 3 uur 's middags. Ik moet geen vlog bewerken, dus zoals ik al had gezegd, ik vlog niet op donderdagen. En dan upload ik gewoon een gamevideo op vrijdag, want niemand kijkt YouTube op vrijdag. Dus ik ga nu naar boven, ik ga douchen, ik ga allemaal leuke dingen doen. En vanavond gaan we naar fucking Liquid City en daar heb ik super veel zin in. Dus. Oké, er is nog één iets wat ik niet heb gedaan vandaag. Ik ga niet zeggen wat, jullie weten wat is. Ik ruik naar zweet. Oké, dus ik ga nu douchen. Het is op dit moment 3:30. Dat is echt goed. Ik heb echt al veel gedaan. What the fuck? Voor de mensen die niet weten wat Liquid City is. Liquid City is een drum en bass feestje, maar zo leuke muziek. Ik laat jullie even horen. Dit is Liquid. Oké. Tijd om te douchen en aan de dag te beginnen. Want vanavond gaat fucking vet worden. Ik meen het. Ik ga leuke dingen filmen op Liquid City. Kun je altijd leuke dingen filmen. We gaan met je mensen filmen die grappige dingen doen. We gaan mensen filmen die fucked up zijn. We gaan heel veel mensen filmen die fucked up zijn. En we gaan mensen uitlachen die skanken op Liquid. Dus let's go! Welkom in de douchevlog. Dit is de douchevlog. Zeepen in de oogpaar 3. En daar is de damp weer. Ai, chill. Ik weet niet of ik moet stoppen met de douchevlog. Want de douchevlog begint eigenlijk gewoon een beetje saai te worden. Ik sta elke dag onder dezelfde douche. Ik denk dat het is leuk is als ik in een ander huis ga douchen. Zo naar mijn buren gaan. Zo, hey, mag ik hier even douchen? Zo met mijn camera binnen en dan zo. Het is nu 4 uur. Ik sta alweer een half uur onder deze douche of zo. Dat is fucked up. Mijn vingers zijn weer zo'n gerimpelde opa. Ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Want ik kan zo moeilijk nu nog naar buiten gaan. Omdat ik de trein moet halen om 8 uur. En ik moet nog
eten en ik moet nog een video bewerken. Ik denk dat ik de vrijdag gewoon niet ga uploaden. Misschien wel, misschien soms wel, misschien wel, ik weet het niet. Dus ik ga hem afspoelen en see you guys later in the vlog. Oké, okay, bye. Oké, ik heb het gedaan. Ik heb mijn schoenen gekleurd. Ik heb die Nike ding outlined met een stiftje. En die Air die daar staat, heb ik ook in het zwart gezet. En nu zien mijn schoenen er dus zo uit. That's pretty nice. I really, really, really like it. Ook heb ik hier een ketting gehangen. Omdat ik dat chill vind. Dus saai. Er staan op dit moment ook mensen voor mijn deur die al heel de tijd aan het aanbellen zijn. Gemeen dat rot op. Hopelijk horen jullie wat ik nu zeg. Rot op. Ik wil niet te dicht voor mijn raam gaan staan, want dan zie zij deze camera ook. Maar als je goed kijkt, zie je daar een hoofd. Zie je het hoofd? Ja, die zijn dus echt al een uur aan het aanbellen of zo. Show some respect. This isn't nice, maar oké. Ik ga me klaarmaken en dan gaan we straks met de trein naar Antwerpen naar Liquidity. Wordt fucking nice. Ik heb er very, very, very veel zin in. Ik al zit ik nog altijd in een discussie met mezelf wat ik moet aandoen. Of deze hele dikke, de North Face jas, die echt fucking dik is en ik weet sowieso dat ik hier te warm ga hebben. Of dit klein jasje van Fred Perry waar ik niet te warm mee ga hebben, maar waar ik misschien wel te koud in ga hebben. Moeilijk, die is hard, die is ook hard, die moeilijk. Kennen jullie zo het gevoel dat je hebt voordat je naar een feestje gaat, dat je zo in school geen zin meer hebt om te gaan? Heel daar ben ik nu. Ik weet echt niet waarom, snap je? Ik kijk al fucking lang uit naar dit feestje en nu heb ik er ineens geen zin meer in. Ik weet niet, het is alsof ik ineens een dipje heb ofzo. Er is niks slecht gebeurd ofzo, maar ik heb gewoon echt geen zin om weer 2 uur op de trein te zitten naar Antwerpen en dan zo morgen vroeg thuis te komen en gewoon te crashen in mijn bed. Snap je, dan crash ik echt. Dan kom ik vandaar en dan wandel ik zo naar hier en dan val ik en dan slaap ik en dan is de dag. Maar ik ga er proberen het leukste van te maken. Is best zeker een duimpje omhoog. Dat heb ik al 1000 keer gezegd, maar oké, ik ga nu vertrekken naar het station. We gaan er iets leuks van proberen te maken. Ik ga alles filmen met mijn telefoon. Ik ga proberen veel dingen te filmen, veel mensen te filmen die kotsen en zo. Een beetje dingen filmen in Antwerpen. Ik hoop dat het leuk wordt. Dames en heren, let's schakel over naar mijn iPhone. In de Mackie in Antwerpen. Chillings in de Mackie. Ik heb ook een zonnebril gefixt. Ik weet niet waarom, de zon schijnt niet, maar ik weet ook niet wat ik ga eten. Ik heb fucking veel honger en we staan hier in de Mackie. Ik heb niet betaald voor de trein, want daar heb ik geen geld voor. Dus peace and what the fuck man, shut the fuck up. Ik ben echt dronken, ik ga niet liggen, ik ben dronken. En ik heb zin in alles, maar ik heb vooral zin in deze, snap je? We willen die McFlurry met Oreo. Als je McFlurry eet met iets anders dan Oreo, dan verdien je deze vinger. Het gaat chill zijn. Ik neem jullie heel de avond mee naar Liquidity. Voor het fucking chill. Ik weet niet wat ik ga betalen voor mijn eten hier, want... Ja, ik heb geen geld. Misschien kan ik geld uit dit bakje nemen. Kan dat? Nee? Oké, ja, fuck die shit. Oké, we gaan naar Liquidity. Let's go. Overbevolkte trein! Overbevolkte tram! Er is de overbevolkte tram ooit! Where the fuck zijn we? What is dit? What is dit? Help! 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 Waar zijn we? What the fuck? Ik weet niet waar ik ben. Alsjeblieft, ik weet niet waar ik ben. Ik weet niet, ik denk dat we eruit moeten. Hey, we moeten eruit. We moeten eruit. We moeten eruit. Sorry, we moeten eruit. Fuck. Shit. Fuck. Shit, sorry. Sorry, fuck, shit. Dank wel. Sorry, we moeten eruit. Jawla, ik zweer het. What the fuck. What the fuck. Op dagen als deze beklagen mij dat ik dagelijkse vlogs maak. What the fuck. Het is nu 9:30. Ik ben net aangekomen thuis en ik voel mezelf al door mijn matras zakken en ik ben echt fucking hard gecrashed. Ik ben echt moe. Het is fucking moeilijk om mijn arm recht te houden en mijn telefoon zo boven mijn hoofd te houden. Mijn telefoon is een baksteen, denk ik. What the fuck is dit? Ik weet niet of ik superveel gefilmd heb vanavond, maar ik denk wel dat ik nog veel heb gefilmd. Ik kan slapen. Dan zijn jullie bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smaak je zeer bedankt voor Liquidity was leuk. Tot de volgende keer. Vergeet niet te liken. GoFundMe link staat in de beschrijving. Slap aan.
Het was een zware nacht. Ja. Antwerpen is ver met de trein. En als je dat zo moet reizen, dat is fucked up. Dat is echt, echt, echt heel fucked up. Maar ja, nu lig ik hier en nu ga ik slapen. Ik kan het licht wel niet uit, omdat de zon schijnt, maar...